Zilvermuseum in Schoonhoven. Want we hebben een aantal plekken verloot in Vorsten voor een exclusieve rondleiding hier door het Zilvermuseum. De titel van deze tentoonstelling is Crowned. Het gaat helemaal over kronen. Past natuurlijk heel goed bij Vorsten. 10 lezers hebben gewonnen, mochten een intro lyceum meenemen. En we gaan er een hele leuke dag van maken. Bij Vorsten willen wij altijd heel graag symbolisch de rode loper van u uitrollen. Iedere editie opnieuw proberen we iets te doen, met name voor onze vaste lezers, de abonnee, waaruit het blijkt hoe blij wij met u zijn. Zonder lezers geen Vorsten immers. Een kroon, een diadeem, een tiara, maar hoe ziet zo'n ding eruit? Misschien dat u wel zelf een tekening in het verleden heeft gemaakt en dacht van nou zo moet voor mij een kroon eruit zien. En dan wil ik aan deze tafel, alsof u bij een juwelier, een beroemde juwelier natuurlijk, gewoon binnenkomt. En ik ken u niet. Dan ga ik aan de slag om te kijken of ik met u een kroon of een diadeem of een ander hoofdsieraad kan gaan ontwerpen. Bijna 100 jaar lang is dit de grootste geslepen diamant ter wereld geweest. Hij moest kloven. En dan heb je dus een kloofmes die hierop zit. Dat is natuurlijk een replica. Parure is al een woord wat omschreven wordt als een set juwelen. Nou, is dit een set juwelen die door een Parijse juwelier, Mellerio Diet Mellé, wordt hij genoemd, geleverd is aan koning Willem III en zijn vrouw, koningin Emma. Nou, hoort hier een armband bij te zitten, maar die is verdwenen. In de afgelopen 10 jaar. Niemand weet waar die terecht is gekomen, jammer. Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het echt mooi. Ja, ik hou ervan. In de uitleg door de deskundige? Zeer uitgebreid, ja. Wat er allemaal is, ook in andere culturen, niet alleen bij ons. En ik vond de deskundige ook zeer deskundig. Het is niet voor niets een deskundige, zeg maar. En ik vond het een verrijking, zeg maar. Een breder beeld heb ik nu gekregen. Waar staat dan mijn auto geparkeerd? Natuurlijk bij de Julianaboom. Het was een enorm leuke middag. Zo leuk dat onze speciale gids ons heeft uitgenodigd om ook nog naar Rijswijk te komen om de kroon van Willem I te bekijken. Kortom, dit wordt vervolgd.